Ja, voorzitter, ik heb in 2017 aan die kant gestaan en toen werd me ook gezegd, binnenkort zult u de warmtewet behandelen. Nou, ik sta hier nu als minister, kan u zeggen, ik heb vanaf dag 1 dat ik binnenkwam echt alles op alles gezet om dat wetsvoorstel eindelijk af te maken. Want het is inderdaad gewoon doodzonde dat we al zo lang over dit onderwerp aan het praten zijn. Dus ik wil dat ook heel snel regelen. Alleen waarom wilt u als Kamer de gasprijs en de warmteprijs loskoppelen om ervoor te zorgen dat mensen aan een warmtenet minder gaan betalen, transparantere rekeningen krijgen en duurzamere warmtenetten krijgen? Dat is niet alleen maar met de ministeriële regeling onder de huidige wet te regelen. Daarvoor moet de hele systematiek van de warmtewet worden gemoderniseerd, omdat anders er ook warmtenetten zullen zijn waar de kosten zullen stijgen of er situaties zullen zijn waar de ACM geen goed toezicht kan houden. Dus als ik het had kunnen doen, had ik het al afzonderlijk eerder aan de Kamer toegezonden, maar helaas is dat niet het geval. Dus het wetsvoorstel komt zo snel mogelijk. En richting mevrouw Kreuken, we zijn ook bezig om parallel inderdaad al alle ministeriële regelingen en alles wat nodig is ook verder uit te werken, zodat die, als het wetsvoorstel ook is behandeld in beide kamers en aangenomen, dat dan ook het hele pakket klaar is. Mevrouw Beckerman van de SP. Ja, voorzitter, mensen die honderden euro's extra moeten betalen op hun energierekening, mensen die in de kou zitten, die onder een dekentje zitten en dat allemaal na het aardgas vrijmaken van hun woning. De SP heeft altijd gezegd, zorg nou dat met klimaatbeleid mensen erop vooruit gaan. Doe het anders niet. Dit is onrechtvaardig. De minister doet hier alsof we dit debat hier nieuw aan het voeren zijn. Alsof dit een eerste incident is. We hebben eindeloos dit debat gevoerd en dat heeft ertoe geleid dat in 2020 de Kamer de motie Beckerman aannam met daar als dictum, verzoek de regering woonlastenneutraliteit te garanderen bij het aardgas vrijmaken van woningen. Is met een grote meerderheid aangenomen. Waarom wordt deze motie dan niet uitgevoerd? Voorzitter, ik heb hier totaal niet de indruk willen wekken dat we het hier voor het eerst over hebben. We hebben het hier continu over en er zijn ook meer voorbeelden geweest in de afgelopen tijd. Vandaar ook alle noodmaatregelen die we vorig jaar hebben genomen. De motie Beckerman over woonlastenneutraliteit, daar is de minister van Volkshuisvesting afgelopen jaren ook samen met VNG, woningcorporaties en anderen heel druk over in gesprek geweest om te kijken hoe kunnen we dit zoveel mogelijk garanderen. Dat mensen er niet op achteruit gaan, sterker nog dat we proberen mensen juist ook in een prettig huis met een lagere energierekening te laten wonen. Daar is onder andere die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie zo belangrijk voor, die in maart door de Kamer behandeld gaat worden. En ik denk dat dit voorbeeld wat we nu in Rotterdam zien nogmaals ook heel nuttig is om ervoor te zorgen dat het verduurzame isoleren van woningen altijd vooruit loopt op het omschakelen van die gasaansluiting naar die warmteaansluiting. Voorzitter, deze motie werd aangenomen nadat uit onderzoek bleek, onderzoek waar de Kamer toe had opgeroepen, dat mensen vooraf heel erg positief waren over het aardgas vrijmaken van hun woning, maar elke keer als er een pilot werd gestart, mensen achteraf negatief waren. Toen heeft de Kamer heel duidelijk gezegd, zorg nou dat iedereen de garantie heeft dat het beter wordt, niet slechter. Dat was waar die motie vandaan kwam. En nu zeggen we, ja, de gemeente moet maar oplossen, de wooncorporatie moet maar oplossen, een andere minister moet maar oplossen. Maar als we dit niet oplossen, als we zeggen die mensen blijven maar zitten onder een dekentje of met zo'n hoogrekening, als we dat niet doen, dan slaan we toch het hele draagvlak onder dat klimaatbeleid weg. En dat was al de constatering die we toen ook al deden. Dus zorg nou dat we de garantie geven dat dit wordt opgelost, dat deze mensen dit voorgoed krijgen en weer warm kunnen zitten. Maar voorzitter, ik heb dat dan net misschien in een van de vragen van mevrouw Postma niet goed genoeg uitgelegd. Maar als dit woonblok nu op een gasaansluiting had gezeten tegen de huidige markttarieven voor gas, dan waren die mensen niet goedkoper uit geweest. Sterker nog, misschien wel duurder uit geweest. Dus we moeten ook uitkijken dat we op basis van dit voorbeeld nu gas en warmte tegen elkaar gaan wegzetten alsof gas beter is dan warmte. Dat is gewoon feitelijk in deze situatie ook niet het geval. Neem niet weg dat er een maatwerkoplossing moet komen voor alle getroffen bewoners. En dat we, zoals mevrouw Postma zei en zoals mevrouw Beckerman nu ook betoogt, er wel voor moeten zorgen dat in die warmtetransitie waar gemeenten en coöperaties mee bezig zijn, de omschakeling van warmtebron ook altijd gepaard gaat met goede isolerende maatregelen. Zodat mensen uiteindelijk ook op hun energierekening zien, hey, ga erop vooruit. Het is mogelijk om woonlasten neutraal te verduurzamen. En er blijft dan ook draagvlak voor die warmtetransitie. De heer De Groot van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het waren nu mensen in Rotterdam die een verrassing kregen in de vorm van een te hoge rekening. Althans, ze wisten daar niet.